vrolijke bel. Dan gok ik toch op de clown. Oeh. Griepje gevat. Een bijzonder goede middag. Een bijzonder goede middag. Maar je ziet... Ik ben Bassie niet. Nee, dat is ook een neppe Bassie, hoor. Is dat een neppe Bassie? Dat is een neppe Bassie. Zit er achterop. Heb je niet goed rondomheen gelopen? Nee. Oh, dat staat erop? Ja, ja. Je kunt natuurlijk niet met hetzelfde rond gaan rijden als de echte Bassie, natuurlijk, hoor. Loop je even mee? Ik loop lekker mee. Voor het bewijs? Loop je ook met? Kom maar. Kom maar. Hé! Hey. Kom maar. Ik zeg dan altijd tegen de mensen, als er een grote hond naar boete komt, heeft hij gegeten? Net. Oké, gelukkig. Maar je ziet gaan de kokerellen? Nee, nee. Of is dat niet de druger? Oh, de druger. Ik dacht de afzuigkap. Nee, de druger. Dus achterop moet staan dat het een nepper is? Ja. Woe! Ja, je wilt spullen. Oh, hier wil ik het. Nou, kom snel maar mee. Wacht, dan moet ik even een foto van maken. Wacht, een cameraman die niet meer mee komt. Nou weten we, wie het ze trouwens? Marij. Nou weten we en wie we deze aflevering gaan nemen. En ik kom hier toch dadelijk een selfie van maken, dat wil ze niet weten. Hé? Hey. Ja, ja. Niet doen, maar. Rustig. Wie het hij? Lou. Lou. Is Lou nog een jongen? Lou is bijna 2 met kerstjes. Okay. Ja, er zit nog wat spuls gegeten. Ja. Hé, hey, maar... Ja, ja. Ja. Dat is van mijn zoon dus. Ah, ik doe ook al. Ik doe ook al, dit is niet iets voor sticht mij nog festivaletjes hier. Nou, dat zou je anders best doen. Als ik festivalganger was, zou dat kunnen, maar nee. Nee, maar mijn zoon is dus echt een grote fan van Bassie en Adriaan. En jaren geleden, toen hij dus net rijbies en zo had, was dat met zijn kamerui en allemaal in de caravan. En toen vond ze er ook een voor hem. Dan zit hij er, gooi ik verf. Ik zeg, wat gooi ik verf, dat is zund, man. Ding is nog goed. Nee, nog op verven zit hij. En toen kreeg je deze kleur. En die stickers die zijn er dus allemaal handmatig opgeplekt, die rondjes. Oh, hier. Daar zijn ze een halve dag mee bezig geweest. Oh, de kamerouille hebben geholpen? Misschien broer heeft geholpen. En dan ging met dus naar de Zwarte Cross. Uiteraard. Daar moest hij met hen. Ik was er al bang voor. Ja, dat was wel een mooi herkenningspunt voor de jeugd. Ze wisten, het was een hint, maar dan stond de rest van de caravanzak. En dit is dan de enige Bassie en Adriaan caravan op... Dat weet ik niet. Ik heb er toen aan de rond gereden. Toen zijn ze al van, hey, is dat olie caravan? Maar dan rijden met de caravan demolitie. Rit. Oh, je... Dat weer toen ging kapot. Oké. Okay. Maar nu staat hij dus klaar voor de andere zoon. Dan heeft van het weekend familiedag en die bleven overnachten. En hier had je echt geen zin om in een tentje te overnachten. En toen zei grote zoon, ook grote broer van, nou, neem de caravan maar met. Dus dan moesten dan de lampje nog gedaan werden. Dus vandaar dat hij hier stond. De liefde voor Bassie en Adriaan bij die zoon gaat niet zo ver. Dat er ook Toyota. Ja, wacht. Ja, ze hebben meerdere auto's gehad, hè? Die kwetsen, want ik was ermee opgegroeid, Mitch. Ja, ik heb alleen daar voor je. En met die lampen. Ja, dat was toch een prelude van een merk, een Japans merk met. Toyota. Wat met een H begint. Maakt niet uit. Evel. Willen we vanaf zien. Maar. Honda dan. Maar dat mag niet geknipte maar. Maar er is ook nog een ander merk. Dat is weer Koreaans. Boeien. maar dit geit, Marij, dit vindt ze niet zelf dat dit ook best wel ver hier. Wie al is Tine Zoen? Bijna 30. Nee, hij is net 29 geworden. Die mij begonnen is dus. Ja. 29.
Oké, okay, maar dat is nog wel een beetje zo van... Kijk daar vroeger dan als ze... Ja, ja, alle afleveringen van Basje en Adriaan weer gekeken, ja. Wat sticht er ook een beetje van? Ja, het ergste dat ik niet akelig vond was met die met een akelige lach. Oh ja. Dat, ja. Vond hij als kind vond hij dat geen leuke. Wie noemde ze die ook alweer eens? Ja. Huurde die niet bij de baron? Nee. Nee? Die aflevering zit nog in de oude van 19. Ik weet niet wat er nou, wat er nou komt. Hé, hey, maar dit is... En stiet er nou toevallig heen, omdat die een andere zoen door mij weggeeft? Ja. En dan moesten we dan de lampen gedaan werden, remlicht deed niet aan die ene kant, dus het moest even gerepareerd werden. Dus wel veilig op de weg die hoor. Dus we hebben eigenlijk strontmazzel dat fake Bassie toevallig even de deur stiert. Ja. Oh, dit is echt, dit is briljant gewoon. Maar wat zal dit op de kieks mee hebben? Ja. Hier kennen ze me voor, maar hier schrikken ze er niet meer van. Maar hoe schrikken ze sowieso niet meer van? Nee. Hé hey Lou. Ja, van deur misschien. Doe hij is net gegeten. Ja, zit maar rij. Oh, speel ze spelen. Ja. Alsjeblieft. Met de microfoon, joh. Alsjeblieft. Wat zegt ze nou tegen hem? Waar is je bal? Oh! In de graas, wat? In de graas op de koelkast. Ja, dan deed hij. Ja. Hoeveel ballen heeft hij al versleten? Veel. Maar deze dan is toch wat beter van kwaliteit. Dat doet hij al een half jaar met. Ah. Is wel lek. Dus, je huurt de lucht erin en nu het gewoon als je erop kunt komen. Maar ik vind het nog steeds hartstikke interessant. Hé, hey, maar woonden ze ook nog toe, die jongen? Nee. Jongens niet meer. Nee, jongens niet meer. Want de jongste die hij familiedag, ja. Of de middelste, ja. Familiedag van zijn vriendin dan? Vriendin, oké. Okay. Ja. Oh, du hast drie jongens? Nee, ik heb twee jongens en een dochter. Een meentje. En dat is de jongste? Dat is de jongste. Oké. Okay. En wie oud is die? 26. Dus 29, bijna 30, 26. En dat 28, de werd is vandaag jarig. Proficiat dan. Ja, dankjewel. En waar is hij? Thuis, fly bakken. Pak daar zelf fly? Oké. Okay. Zelf boodschappen doen. Dus dan moest ze nog in? Daar komen we vanavond heen, ja. Leuk. Ja. Dus die is en vandaag jeurig. Ja. En die giet dit weekend... Ja. Dit is gewoon familie op stap. Dus dan zullen ze hem ook nog wel in de water leggen, denk ik. Ja, dat denk ik wel. De schoonfamilie. Leuke schoondochter. Hartstikke. Ja? Ik heb twee prachtige schoondochters van je gekregen. Ja. Wie het grootste oudste? Rob. Rob. En daar is geen een Bassie en dus ook geen Adriaan? Nee, we hebben een Rob en een Tom en een Lisa. Oké. En er is ook nog een mens? Heb ik ook beginnen. Ja? Ja. Die is nu flying bakken? Nee, dat is aan het werken. Oh, dat is aan het werken. Ja. Wat doet hij? Hij zit in de champignons. In de champignons. Oké. Okay. Ja. Er is het toch altijd duister bij de champignons? Als je de lamp uitloopt wel, ja. 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 Oh, ik dacht dat die in het duister moeten groeien. Nee, ja, maar als je in de cel aan het werken zien, is de lamp wel aan. Oh, daar is dan toch wel prettig. Ja. Ja. En wat doet die de ganse dag? Voor hoe zorgen. En voor het huis. Dat is ook belangrijk. Ja, dat is ook, dat is ook een baan. Ja, fulltime. Ja, fulltime. Ja, ja. Met zo'n handenbindertje. Is wel een moeie, hè? Ja, is een moeie, ja. Is dat met stamboom en alles en... Dat zou je best kunnen. We hebben hem uit de ziel gehaald. Hij heeft het eerste jaar in een ander gezin gezeten, of bijna een jaar. En daar hadden ze nog een bulldog. Maar die twee waren allebei reutjes. En toen hij had meer man begon te werden, toen ging dat niet meer. Oh. Toen kwamen ze elkaar de deur uit en toen, last in, first out, hoor. Dus toen moest hij gewoon. Last in first out. Ja. Maar dat is misschien ook wel zijn geluk geweest, want hij had het hier volgens mij keigoed. Ja, dat is met zijn gat in de botter gevallen. Hoor. Met zijn gat in de botter. Ja. De zus zelden hondjes met zo'n prachtig gebit als... Doet dezelfde tandpoetsen of doet hij dat? Nee, ik ga toch niet meer beginnen. Nee, vooral. Krijg je al een koustaafje? Ja? Het koustaafje. Het koustaafje, ja.
en doe let's goed op Marije, jong. Jazeker. Ja. Goh. Is hij ook te heur? Dat weet ik niet, dan moet hem zelf vragen. Niks? Nee. Of vestig in een trekhoek? Nee, ik heb geen tijd in een trekhoek. Ah, dat is dan wel jammer. Ja, moest ze zich toch maar een trekhoek onder de wagen laten maken, want dit is natuurlijk kamperen in optima forma. Maar ik zie er binnen zien wel een bed, en, of een bankbed, en hier erachter is ook nog een bank waarop je kunt slapen. Dus kunnen drie personen kunnen slapen. Maar verder er zit geen koelkast meer in of koken of zo. Dat, En het is dus de caravan van een clown en een acrobaat. Nou kan ik dit wel rijmen met acrobatische handelingen. Ja, en zullen we dan maar het clowneske maar op de kleuren komen? Alles is voor Bassie hoor, dat er middenin, beter middenin, de hamburger. En een spultje. Clown, acrobaat, clown. Naakje droogje. Ja.